Goeiedag, welkom bij Luitenvoet. Mijn naam is Martijn Kneijdenburg en wij gaan vandaag twee hele mooie hertenproductvuur bereiden. Een hertenfilet met een truffelmarinade en een hertengebraad met een rozemarijn en zeezoutmarinade. Uiteindelijk snijden we de hertenfilets, het mooiste en zachtste stukje wild vanuit Europa, elke dag vers, in gelijke delen. Je ziet het is mooi rood van binnen. Gaan we dit marineren. Deze marinade zit een mooie kleine zwarte stukjes truffel in en een truffelolie. We gaan nu de hertenfilet met de truffelmarinade gaan we even licht aanbakken. Dan houden we alle sappen goed in het vlees. En daarna plaatsen we het aangebraden stuk terug in de oven. Gebruik geen vetstof in de pan, omdat de marinade al vet bevat. En prik nooit met een vork of een mes in het vlees, want dan lopen alle sappen eruit. Hij is mooi aangebraden, bruin aan alle kanten, zijkanten. We plaatsen hem terug in de kartonnen ovenschaal. En die kunnen wij zo in de oven terugzetten. We plaatsen nu de kartonnen schaal in de oven. In het midden van de voorvormde oven op ongeveer 200 graden. Op de hete lucht. En dan garen we hem nog voor ongeveer 15 minuutjes. Ondertussen gaan wij verder met ons hertengebraad met rozemarijn en zeezout. Hiervoor hebben we hele mooie stukken hert weer. De gebraad. Deze gebraad snijden we op maat. En de gebraad, zoals het woord al zegt, heeft iets langer nodig. Moet even lekker braden in de pan. Want deze gaan we nu marineren met de rozemarijn en zeezout marinade. Nou, u ziet, mooi groen van de rozemarijn. Goed, de hertenfilet in de truffelmarinade is ondertussen gereed. Je ziet het kartonnen bakje, kan heel goed in de oven. En laat al het vlees altijd even 5 tot 10 minuten rusten voordat u het gaat aansnijden. En doe dit gewoon in een bakje en leg daar een keukendoek overheen, een schoon uiteraard. En laat het even rusten. Goed, we gaan nu het hertengebraad aanbraden. Het kan op twee manieren. Ik ben voorstander om het gewoon in de pan te laten zitten als een braadstuk. Eventueel met de deksel erop, maar het moet in ieder geval rustig gebeuren. We zetten de pan op het vuur. Een klein beetje vetstof erin. Dat mag roomboter zijn, boter zijn of een klein beetje olie. Een klein beetje olie. Ik draai het vuur laag. En laat hem rustig 40 tot 45 minuten sudderen. Zorg dat hij op een heel laag pitje komt te staan. Een optie is om het ook in de ovenschaal te leggen en dan op een langzaam garenprogramma in de oven te doen. Maar dit mooie stuk vlees heeft gewoon rust nodig, dus het heeft rustig 40, 45 minuten gaartijd nodig. Hertenfilet is mooi gegaard in een kartonnen ovenschaaltje. We hebben hem 10 minuten laten rusten. En gaan we nu netjes trangeren. Er zijn er mooie dunne plakjes van. Je ziet, er is mooi rood van binnen. Niet te rood, gewoon rosé. Goed gegaard. Braadstukje. Mooi stukje. Goed gegaard, ongeveer 40 minuten. Er zijn mooie dunne plakken van. Zo, we hebben vandaag twee fantastische mooie hertenproducten gemaakt. We hebben een hertenfilet gemaakt met een heerlijke truffelmarinade en een hertenbraadstuk met rozemarijn en zeezout. Nou, beide technieken gezien, dat produceren we hier voor u in Stombijk bij Luitenvoet. Het wild komt uit Europa, met name regio Slovenië. Wordt dagelijks vers aangevoerd en nu weer naar de winkel gebracht. De hertenfilet zit in een bakje wat geschikt is voor de oven. Het is karton, maar het kan zo de oven in, heeft u gezien. En het gebraad lekker in de pan braden en geeft de tijd. Ik wens u fijne dagen en graag tot ziens.